Hey, yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik jullie een nieuwe episode van de zondagvlog. En jongens, vandaag ga ik het met jullie hebben over de nieuwe series op Shadow Games 23. De Xbox One of PlayStation 4. En er nog wat dingetjes in het algemeen eigenlijk. Het eerste dingetje waar ik het over ga hebben is mijn nieuwe multimedia plank ding. En mijn nieuwe games en mijn nieuwe muis. Het eerste dus, ik heb deze plank even vrijgemaakt van alle Lego. Dat staat nu daar, want ik had daar eerst al mijn games en headsets en alles. Alleen dat was zo onhandig. Dus ik heb alles hier neergezet en dit zijn echt al mijn games. Jullie kunnen ze allemaal even mooi bekijken. Zo, dit zijn ze allemaal. En ja, ik heb Assassin's Creed 4 Black Flag heb ik gekocht. En het is de wat special edition of zo. Ik had hem volgens mij een dag eerder aan de release, ik weet niet. Maar Intertoys die gaf hem mij gewoon mee, dus dat is echt super, super nice. Eens even kijken, nou, dan heb ik nog mijn andere games en headsets en controllers hier liggen. Eens even kijken, dan... trouwens, dit is de doos van mijn muis, echt super grappig. Het is geen echt glas, het is plastic met heel veel stof erop, dus wat dat betreft. Maar goed, dit is mijn nieuwe muis. Heel veel mensen die vroegen, Ronald, laat jouw muis eens even zien. Nou, dit is mijn muis. Het is de Razer Ouroboros, dus Ouroboros, weet ik veel hoe je het wil zeggen. Het is een draadloze en bedraden muis. Dit is zeg maar het kastje waarmee je hem draadloos kunt laten zijn. Super grappig, alleen, nou ja, draadloos werkt hij niet zo heel goed. Hij werkt heel goed, alleen kabel doet hij het ietsje beter. En soms valt hij ook heel random uit. Maar dat heeft hij niet bij kabel, dus ja, maar ik gebruik het een beetje 50-50, zeg maar. Je kunt die vleugels aan de zijkant kun je eraf halen en die kun je vervangen voor normale grip dingetjes met rubber en alles. Als jullie er een review van willen, laat het achter in de comments. Dan zal ik jullie daar een review van geven en zo. En als jullie nog andere dingen hebben waar ik een review over moet doen, zoals mijn microfoon, mijn toetsenbord, mijn headset, I don't know, zelfs mijn tablet, laat het achter in de comments, jongens. En dan, dan doe ik dat misschien wel als het heel erg populair is. Dus als jullie ergens een review van willen, laat het achter in de comments. Dan zal ik daarmee aan de gang gaan. Nou, even kijken. Het tweede ding, de series. Oh my god, de series. Assassin's Creed 4 is erbij gekomen. GTA 5 natuurlijk, onlangs, een tijdje geleden alweer. Maar, je kunt een beetje zeggen onlangs. Volgens mij is het nou een maand geleden of zo dat ik met GTA ben begonnen of zo. Nou, ik denk het niet. 2 weken, denk ik. Nou, het zal. GTA 5 dus en Assassin's Creed. Dat zijn zeg maar de nieuwste games die ik nu doe op dit moment. Echt bedankt voor alle support die ik heb ontvangen onder die twee series. Het is echt zo nice. Echt verschrikkelijk. Heb je ze nog niet gezien? Ga er even heen. Het is echt fantastisch. En trouwens, ik werk nu met een zeg maar weekplanner voor uploads. Dus bijvoorbeeld wat ik maandag moet uploaden, wat ik dinsdag moet uploaden enzovoort enzovoort. Ik vul dat altijd op vrijdag in tot aan de volgende week vrijdag. Dus ja, dat is wel heel erg handig. Het werkt goed. Ik ga nu gewoon 3 video's per dag uploaden. Ik weet dat ik moet renderen. Ik weet dat ik moet uploaden. Allemaal super handig en alles. Trouwens, ik tweet ook altijd iedere ochtend rond een uur of 7 of zo. Dan ga ik eruit voor school meestal. Hou gewoon even Twitter in de gaten dan. Of je kunt ook 's middags opkijken. Dat maakt het maar niet uit. Moet je gewoon even zoeken naar de uploads van de dag. Dan staat er altijd vandaag op ShadowGames3 Twitter. En dan staan er altijd de uploads die die dag worden geüpload. Dus dat is de planning, zeg maar. Als er nog iets mis mee is gegaan, dan staat het er ook altijd op Twitter. Het is gewoon heel belangrijk dat je mij volgt op Twitter. Dan zie je alle updates over de series. Want ik heb ook nou weer 2 keer Pixelmon overnieuw moeten doen. Als je gewoon op mijn Twitter had gekeken, dan wisten jullie waar het door kwam. Dus volg me op Twitter. Daar staat altijd alles. Het is echt, echt heel belangrijk trouwens. Oh ja, mijn, iemand die ik ken of zo, een beetje via Twitter en YouTube en zo. Die heeft nou een fan Twitter van mij aangemaakt. ShadowFans23 of zo. Shadow... Nou, in ieder geval, voor, ja, volgens mij, @Shadowfans of zoiets. Nou, in ieder geval, volg die even. Hij tweet heel vaak naar mij. Als je gewoon Shadowfans opzoekt, dan moet je hem ook wel vinden, zeg maar. Hij heeft de afbeelding van mijn YouTube, dus moet je makkelijk kunnen vinden. Volg hem even, want hij retweet al die speciale uploads. Als je hem volgt, dan krijg je altijd die uploads en zo binnen allemaal. Dus dat is wel heel erg handig. Eens even kijken, wat nog meer? Mijn Xbox. Ik zal het maar even hebben over de Xbox One PS4 kwestie. Als eerste, ik zit er niet aan te denken om een Xbox One of een PS4 te kopen. Want, nou ja, PS4, het is Sony. Ik ben niet zo heel erg fan van Sony, dus dat zit er sowieso niet in. Maar de Xbox One, als een game kapot is, ja, van de Xbox One, moet je nieuw kopen. Gewoon, hup, moet je nieuw kopen. Dat kan ook wel zo zijn met de Xbox 360.
Alleen, je hebt bijvoorbeeld Call of Duty Black Ops. Je ding gaat kapot. Dan koop je voor deze bijvoorbeeld een nieuwe. En dan kun je gewoon nog verder spelen omdat alles zeg maar wordt gesaved. Alleen, voor de Xbox One. Gewoon kapot is kapot, doet het niet meer, is gewoon helemaal, moet je gewoon allemaal moet je overnieuw beginnen. Dat is zo... The fuck. En hetzelfde geldt voor online volgens mij. Oh nee, dat wordt allemaal gesaved op je Xbox Live meuk, dus wat dat betreft. Maar het is gewoon, de Xbox One doet zo verschrikkelijk ontiegelijk raar met de games en alles. En het is gewoon, bijvoorbeeld, ik zou Assassin's Creed 4 mee kunnen nemen naar een vriend en zou ik hem daar kunnen spelen. Nadoet het, dat kan niet. Die game wordt geïnstalleerd op jouw Xbox, als jouw Xbox. Oh ja, nee. Oh, ik ben echt een domme lul. Echt, ik zei net van... nou, als de games kapot gaan, dan kun je ze ook niet meer spelen. Maar dat geldt hiervoor. Maar ik had het over de Xbox. Als de Xbox kapot gaat, kun je de games niet meer spelen. Echt, ik ben zo gehandicapt. Nee, maar als de games gewoon het nog doen en je Xbox One gaat kapot, moet je al je games weer overnieuw kopen. Omdat je games, die zijn alleen maar voor die Xbox One only. Dus dat is echt... Zo gehandicapt, daar hebben ze gewoon niet over nagedacht. Gewoon, wat is mis met Microsoft? Als je Xbox wordt gestolen en je hebt gewoon, nou ja, zoveel spellen als ik heb, dit zijn er niet veel, maar als ik deze spel had op de Xbox One en mijn Xbox One gaat kapot, kon ik ze allemaal weer overnieuw kopen. Omdat ze gewoon niet op een andere Xbox One werken. Dat is dat hele copy-systeem verkoopdingetje, zeg maar. Dat je geen games doorverkoopt. Het is echt gehandicapt van niet Tokyo. Dus daar wil ik geen Xbox One. Dus als deze Xbox 360 ook kapot gaat, koop ik ook een nieuw. Want hij maakt eigenlijk geen zo. Ik moet hem denk ik even openmaken en schoonmaken. Maar het slaat nergens op. Gewoon, wat is mis met jullie? Dus ik denk ook wel dat als volgend jaar alles voor de Xbox One is, dat ik alles voor de PC ga kopen. Want nou, dan heb ik echt geen zin meer om... Ik ga geen Xbox One of PlayStation 4 kopen, want het is Sony en het lijkt mij allemaal niet zo lekker. De servers van GTA 5 ligt er ook steeds uit op PS4 en op Xbox niet. Dus het netwerk van Xbox is beter dan van Sony en de loop van het hele meuk. Alleen de console van Sony is beter dan van Microsoft. En dat is gewoon echt, oh my god. Ik weet het gewoon niet, dus ik heb maar gewoon zoiets van, ik hou het gewoon hierbij. Koop er wat nieuws uit wat voor de Xbox One is en wat niet meer voor de 360 is, dan koop ik het op de PC gewoon. En dan schaf ik gewoon zo'n controller aan die op de PC kan, want het kan gewoon met USB aansluiten en alles. Dus doe ik dat wel gewoon, want ik weet anders niet hoe ik het moet doen met Xbox en zo, dus wat dat betreft. En er is lekker alles overbodig, zo PvE, televisie, Xbox, nee maar... zo bijvoorbeeld, zoals GTA 5 bijvoorbeeld, dat wil ik gewoon nog doen. Ik doe nou ook nog wel steeds af en toe het GTA 4. Dus ja, ik snap niet waarom Microsoft zo gehandicapt doet. Maar ja, je moet bijvoorbeeld ook, als je nu GTA 5 voor de Xbox 360 hebt gekocht en je wilt hem straks nog voor de Xbox One hebben, ja, dan moet je hem gewoon opnieuw kopen. Want de Xbox 360 games werken niet op de Xbox One. Hetzelfde geldt voor de PS4, maar het is gewoon gehandicapt. Gewoon, wat is mis met Microsoft en Sony meuk? Echt, het is niet normaal gewoon. Even kijken. Ik zal even wat gaan doen. Ik zal even naar mijn Instagram gaan. Want jongens, volg mij gewoon op Instagram. Het ziet er allemaal zo uit, Instagram van mij. Ik heb nu 36 volgers. Maar laten we gewoon kijken of we naar de 50 kunnen gaan. Het lijkt mij zo cool om gewoon... wat meer volgers op Instagram te hebben, want ik post alle foto's hier. Ik post niks op Twitter, omdat mijn Samsung-meuk dat allemaal niet wil doen. Dan geeft hij errors en... Dus ik post het lekker op Instagram. Er komt ook altijd wel een tweet uit, maar ga gewoon naar mijn Instagram. Daar staan altijd wel nieuwe foto's bij en zo. Ik heb het gewoon hierboven in mijn Google Chrome-balk staan, gewoon heel makkelijk. Mijn Instagram, mijn Twitter en alles. Zet dat er gewoon allemaal in. Dat is allemaal een stuk makkelijker. Hoef je het allemaal niet te googlen en alles. Dus volg mij gewoon op Instagram. Er staan allemaal links op mijn kanaal en mijn beschrijving en alles. Ik zal even naar mijn Twitter gaan. Wat is de nou? Oké dan, ja, dit wou ik nog even aan jullie vertellen. Hoe moet ik het uitzetten dat de foto's automatisch open gaan? Ik heb geen idee. Ik zit wel bij settings te kijken, maar dit lijkt helemaal nergens op. Even kijken, ik kom er gewoon allemaal niet uit. Ik ben alles bij langs gegaan en het staat gewoon nergens. Het moet iets met inhoud open zijn of zoiets. Ik weet het ook allemaal niet. Ik weet het allemaal niet. Maar ga gewoon mij volgen op mijn Twitter-meuk-ding. Jee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 
stuur het me gewoon of via Twitter. Ik sla het allemaal op en
Kun je er altijd wel fancy meuk mee en zo. Maar ja, ik heb nu 165 volgers op Twitter. Ik tweet iedere dag, dus volg mij. Gewoon, het is heel belangrijk, jongens. Je ziet er allemaal fancy meuk op. En je komt echt veel meer te weten over Shadow Games 23 als je me volgt op Twitter. En heb je geen Twitter-account? Dat heb ik soms ook wel. Dan willen ze me wel volgen, alleen hebben ze geen Twitter-account. Het is zo makkelijk. Gewoon e-mail, wachtwoord, bam, je hebt een Twitter-account. Gewoon volg me gewoon. En gewoon check 's middags gewoon mijn tweets even allemaal. Ik tweet geen 1000 tweets per dag. Nee, ik tweet gewoon een paar tweets per dag met wat hele interessant shit. Bijvoorbeeld dit hier. Dit is die tweet vandaag op Shadow Games 23. Nou, vandaag de zondagvlog. Pixelmon en Orcs Must Die. En dat zijn gewoon hele handige dingen die je gewoon al 's ochtends weet. Gewoon, ik post dat altijd voor 12 uur. Dus ja, jullie zien er echt alles op. Als er een upload niet online komt, zie jullie je daar. Het is echt... super mooi. Even kijken, ik zal even naar mijn YouTube-meuk gaan. Dus even zien. Ja, YouTube-meuk, oké. YouTube-meuk. YouTube-meuk. Oké, nou, zo ziet Shadow Games er nu uit met de nieuwe banner en zo. Want voor degene die niet was opgevallen, ik had een nieuwe banner. Ja, mijn Assassin's Creed 3 thumbnails. Deze lijkt trouwens niet op Faco Games. Het heeft wel dezelfde achtergrond. Alleen, deze was al zeg maar voor mij in de maak. Ik heb hier samen met Jordi aangewerkt. En net toen Faco Games die tweet zeg maar postte met die afbeelding, had ik zeg maar dit al klaar. Want Jordi en ik zijn niet mee bezig geweest. Alleen, ik had... dat met die boot thumbnail, zeg maar, die hele simpele thumbnail had ik gemaakt. Omdat ja, wij nog niet klaar waren met deze thumbnail, zeg maar. Maar ja, eens even zien. GTA trouwens. GTA 5, dat wil ik echt heel veel gaan uploaden. Alleen dat kan helaas niet zo heel veel. Want Call of Duty Ghost komt uit. Jawel, jongens. Hij komt volgens mij dinsdag uit, of zo 5 november. Alleen ik weet niet of ik hem dan kan gaan halen. Want volgens mij krijg je hem dan, is het zeg maar, dan... dinsdagavond met het pre-order ding. Dus of ik heb hem dinsdag of ik heb hem woensdag. In ieder geval woensdag komt de allereerste aflevering uit, zeg maar, van Call of Duty Road to Commander. Want ik ga een Road to Commander doen. Ik ga die zo vaak mogelijk proberen te uploaden. Het zegt Assassin's Creed, GTA, ja, Assassin's Creed 4 natuurlijk, GTA 5 en die Call of Duty Ghost Road to Commander. Dat is zeg maar de series die ik heel vaak ga uploaden. Daarnaast Pixelmon. En ik ga proberen Orcs Must Die af te maken. Want daarna voor Orcs Must Die komt zeg maar Call of Duty Ghost in de plek. Dan Lego Star Wars 3 is niet gestopt. Ik heb het daar wel wat over gehad op Twitter en zo. Maar hij is niet gestopt. Hij staat op pauze totdat ik of Road to Commander af heb. Of Assassin's Creed 4 of GTA 5 heb uitgespeeld. Ik denk eerder dat het dan Road to Commander wat is uitgespeeld. Ik werk eraan om zo snel mogelijk door die games heen te gaan. En zo snel mogelijk door te gaan met Lego Star Wars. Maar jullie vinden hem wel leuk. En ik wil hem wel afmaken. En heb je hem niet gezien, jongens, Lego Star Wars? Check hem gewoon. Het is een fantastische serie. Ik ben gewoon in al die series. Gewoon, het maakt niet uit wat voor game het is. Het is gewoon... Ik doe gewoon altijd heel random en meuk achter. Dus ja. Even zien. Wat hebben we nog met te bespreken eigenlijk? Volgens mij was het wel een beetje. Ik heb het gehad over de games. Ik heb het gehad over de series. Ik heb het gehad over Twitter, ik heb het gehad over Instagram, ik heb het gehad over de Xbox. Maar goed, dan is er dus in principe nog maar één ding te vragen aan jullie. Als jullie, nou, een paar dingen eigenlijk. Als jullie reviews van iets willen wat ik hier heb. Mijn microfoon, mijn PVR, mijn muis, mijn toetsenbord, mijn tablet. Dus zelfs mijn computer. Vraag het aan mij. En als ik echt gigantisch veel reacties daarvoor krijg. Gewoon... dan doe ik het gewoon. Dan doe ik dat wel random ergens een keertje. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet alsjeblieft niet om een ton met groene duimpjes achter te laten. Het steunt mij echt enorm. Jullie hebben werkelijk geen idee. Ik vind het zo episch hoe jullie mij supporten. Ik had dit echt nooit gedacht toen ik een half jaar geleden met Shadow Games begon. Ik zit nu al gewoon dik boven de 1000 subs en het is echt master. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Volg mij dus op Twitter. @ShadowGames23. Link hieronder in de beschrijving. En een link op mijn kanaal. Heel belangrijk. Vind je de dagelijkse uploads. Al die meuk dus. Check het gewoon. En als je het leuk vindt. Volg me gewoon erop. Instagram. Daar post ik al mijn foto's. Ik post praktisch iedere dag wel een leuke foto. Of zo van iets. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan zie ik jullie later. Dus ja. Later mensen.